Goedendag, welkom bij Odense TV. Mijn naam is Sandra Gilkes. Ik ga vandaag voor jullie de oefeningen even uitleggen en voordoen. En ik heb twee assistentes, Metella en Annemarie. Die doen ook mee. Dan kan je een lichtere versie doet de ene en de andere doet een iets zwaardere versie. En ik geef dan aan wat wel en wat niet en hoeveel we nog gaan doen. Oké, welkom. Kom zitten. Recht je rug, ontspan je schouders. Adem diep in, laat je armen zakken. Zorg dat je iets voor op je stoel zit. Breng je armen naar achteren en nu komen ze van achteren naar voren. En cirkel rond. Deze oefening is om je rug los te maken, schouders, je armen. Breng je armen omhoog. We doen ongeveer 15 herhalingen. We hebben al 5 gedaan. Als het te veel is voor je, dan doe je iets minder. Laatste 5. Maak mooie cirkels. Hoog die armen. Laatste 3. Mooi zo. En 1. Even rust. Schud je schouders even los. Deze oefening kan je ook staan doen. Als het te zwaar is voor je, blijf je zitten. Anders probeer je te kijken hoe het lukt als je gaat staan. Ja? Voeten licht gebogen. Buig je knieën. Adem in. Breng hem omhoog. En naar achter. Als naar achteren gaan te pijnlijk is, dan buig je je ellebogen bij je cirkel naar achter. Mooi. Voel die schouderbladen naar elkaar toe. Laatste 10 keer. Of 8 keer als het te veel is voor je. Lekker de schouders ronddraaien. Laatste 5. Mooi. Heel goed. 3. 2. En ontspan. Mag je weer even zitten? Ontspan je schouders. Oké, de volgende oefening die we gaan doen is een balansoefening. Dan kan je staande doen. Want zitten gaat moeilijk. En dan ga je naast je stoel. Als je wat evenwicht nodig hebt. Hou je met één hand vast. Gewicht op je rechterbeen. Lift je linkerbeen. Hou je borst gelift. Rechter rug. En als het nou heel goed gaat, dan doe je alleen maar 1 of 2 vingers op de stoel. Ja? Voel de kracht in je standbeen. 3, 2... En 1. Schud je benen even los. Gaan we naar de andere kant. Gewicht op je linkerbeen. Til je rechterbeen op. Ja, rechter rug. Schouders duw je omlaag. Hou je buik aangespannen. Mooi. Houd het been hoog, hè? Heel goed. 4, 3, 2, 1. Schud je benen even los. Zullen we nog een keertje doen? Misschien voel je je nou wat veiliger. Denk je, nou, ik heb maar 1 vingertje nodig. Gewicht op je rechterbeen. Lift hem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 5. Schud hem even los. Oké, gewicht op je linkerbeen. Breng je rechterbeen omhoog. Je kan ook eventueel je stoel loslaten als je dat durft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 5. Schud je benen los. Ga maar weer lekker zitten. Zal wel moe zijn.
Gaat ie goed, dames? Oké, heel goed. Volgende oefening wat we gaan doen is een squat oefening. Dat helpt je je bovenbenen wat sterker te maken. En kan je makkelijker uit je stoel komen. Zet je voeten goed neer, kom aan de voorkant van je stoel. We beginnen eerst met je leuning vast te houden. Dat is de makkelijkste manier. Adem in, zet je af, leun naar voren en kom omhoog. En dan ga je weer buigen je knieën, hou je je leuningen vast en terug. Up. En terug. Up. En terug. Up. En terug. Je voelt al je bovenbeenspieren. Daar komt het meeste kracht uit. En weer zitten. Up. Hoeveel nog? Nog 5. 4 3 2 en de laatste. Oké, even rust. We gaan hem nog een keertje doen. En misschien kun je nu proberen zonder armen. Als dat niet lukt, dan gaan we weer hetzelfde doen met armen. Kom iets voor op je stoel. Voeten goed neerzetten. Breng je armen naar voren. Buig naar voren, adem in en kom omhoog. Up. En je kijkt even waar je stoel is, dan kun je iets naar achteren lopen. Komt-ie. Up. En laag. Up. En laag. Span je buik aan bij deze. Mooi. Als het lukt, kan je ook je handen voor je houden. En dan zwaai je niet, dan heb je niet zoveel hulp van je hand. Heel goed. Kracht in je bovenbenen. Mooi. Zullen we nog 5 doen? 4 3 2 en de laatste. Oké. Schud je benen even los. Ga even achterover leunen. Dat waren de oefeningen voor vandaag. Die kun je 1 of 2 keer per week doen. En volgende keer komen we met de andere oefeningen. Dank jullie wel en tot de volgende keer.